Johannes, je bent hier even op het festivalterrein hier in Vinkleester. Het ziet er goed uit, denk ik. Ja, ja, het moet alger nog, maar zat je het hier zien kennen, alles ziet er klaar voor. Traaien, podia, de bar is hier, zat het kennen net mensen naar taan, maar het is alger in staat van gereedheid en het kennen worden. Ja, je gaat nou even een rondje dingen met Aandiel Soeboer. Ja. Even hoe trein, even de sfeer proeven. Ja, wethouder Soeboer en ik met twee ambtenaren ben hier met meneer De Poel en meneer Keizer even hoe het terrein wist. Want ja, het is toch wel even een groot evenement in onze regio. En dan willen wij van tevoren ik wel even zien, nou, hoe ben de afspraken, hoe wordt het oppakt, hoe zit het eruit. Dat je net alleen maar van het papier sjoeg of van je RSS, maar dat je zelf even sjoeg met de collega's van hoe het. En dan kennen mensen even zelf uitlezen wat ze dient hebben, hoe ze doen. En ja, dat ze heel grutsk binnen dat ze dit weer organiseren kennen. Ja, maar het is een heel groot evenement, krijgt wat je zijn in de regio, een van de grootste, denk ik. Ja, ja en dan is dat verlieren dat het dan hier nou echt boeten weg kan. Ja, daar zit ik iedereen wel wat op te wachten natuurlijk, hè? Ja, precies. Hè. Allee, ja, dat is er ik van, hey, wat gebeurt er alle keer? Het maakt natuurlijk voor iedereen wel een beetje leuk bloeien. En we weten, als er zoveel mensen komen, 4000 man, ja, dan kan ik net op elke slag soort lezen. Maar we hopen wel dat ik voor de omwijnen, ik het een beetje binnen de perken bloed. Nou, dat wordt alles ondien om dat voor elkaar te krijgen. Dus let eens hopen van die, omdat iedereen een hartstikke leuk feest had. En ik de hele buurt, tegelijk ik een mooi feest had.